Like West. Deel en beleef het allerbeste van het Westen. Dit is Like West. Met vandaag. Ontbijten of niet? Ik heb tijd zat nou. Nou, ik ook. Je bent alleen, dus je hebt tijd genoeg. Maar nu eerst een kleurrijke Throwback Thursday. In Throwback Thursday duiken we in de archiefkasten van Omroep West. Duizenden bandjes met juweeltjes van scènes. Maandag 17 maart vieren Hindoestanen over de hele wereld het Holi Pakwa-feest. Wat? Holi Pakwa? Volgens mij is dat Nationale Complimentendag voor de vrouwen? Nee. Tijdens Holi Pakwa wordt met gekleurd poeder en water de lente verwelkomd. Een symbolisch nieuw begin waarbij het goede het kwade overwint. In Den Haag wordt Holi Pakwa groots gevierd in de wijk Transvaal. We gaan terug naar het jaar 2004. Nou, het hoort gewoon erbij. Dit is ons Hindoestaanse ritueel en het is leuk, gezellig. Iedereen doet lekker mee. Waarom heb je dan al die kleurtjes op je gezicht? Is poeder. Jabali! Voelt het goed, al het poeder op je gezicht? Ja hoor, dat is gewoon normaal. Dat is blijkbaar onze feest en wordt uitbundig gevierd in de hele wereld voor de Hindoes. En ik beleef me heel goed. En totdat ik ga leven zal ik deze feest ook vieren. Iedere jaar die komt terug. En fantastisch. Ja, het is heel leuk. En het is ook een dag van bezinning. Dus als je een ruzie hebt met iemand, dan ga je het even bijleggen. Dus het is echt een dag van bezinning. In Suriname werd het echt gezellig bij elkaar gevierd. Iedereen, groot en klein, was hetzelfde. En daar werd gewoon een ton water met kleursel helemaal geroerd. En er werd gewoon op je gegooid, werd helemaal nat. Dan had je niet altijd kleursel en kleurpoeder. Dan gooiden ze ook met water en met koeienstront en alles werd op je gegooid. Ja. En je werd gewoon in de sloot gedumpt. Namens TV West, het andere oog, wens ik u allen een shoepholi. Wil je ook iets terugzien? Laat het ons weten op de Facebookpagina van Omroep West. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders het ontbijt overslaat. Toch vindt 82% van de ondervraagden het wel belangrijk om te ontbijten, ook al doen ze dat niet. Hoe zit het met jou? Wij vroegen het in winkelcentrum Leidsenhagen. Altijd. Ja, ja. Elke ochtend? Altijd. Ja. Kan niet zonder. Ik sla nooit mijn ontbijt over. Iedere ochtend. Ja, of ik nou om 7 uur op moet of om 4 uur, maar altijd eet ik. Nee, eerst douchen, aankleden. Ja. Vlak voordat je weggaat, nog even ontbijt. Ja, precies. Tijd zat nou. Nou, ik ook. Je bent alleen, dus je hebt toch tijd genoeg. En ik ook alleen, dus. Als ik gehaast ben met school en kinderen, dan sla ik mezelf meestal wel over. Nee. Als ik niet ontbijt, kan ik niet de deur uit. Ik sla wel eens de 12 uur over, maar ontbijt nooit. Ja, ik slaap lang uit en dan ga ik me gauw aankleden, opmaken en ik ga lekker weg. En dan tussen de middag gaan we lekker ergens lunchen of zo. Ik weet hoe belangrijk een ontbijt is voor kinderen, dus ik zorg wel dat ze altijd lekker iets van een cereal eten of wat dan ook. Ja, een groot glas water, lauw water. Nee, dat probeer ik juist af te wisselen om niet elke dag hetzelfde te eten. Is jou iets opgevallen? Laat het ons weten op de Facebookpagina van Omroep West. Like en share en misschien win jij wel een tablet. Doei!